Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, het KCE, is een onafhankelijke federale onderzoeksinstelling die voornamelijk de organisatie, de financiering en terugbetaling van gezondheidszorg bestudeert. Als de overheid bepaalde moeilijke beslissingen moet nemen in de gezondheidszorg, wil ze deze liefst baseren op goed onderbouwd wetenschappelijk onderzoek. De KCE-studies kunnen hiervoor worden gebruikt. Het KCE heeft zelf geen beslissingsbevoegdheid. Het geeft advies aan de beleidsmakers door aanbevelingen te formuleren, maar is niet betrokken bij de beleidsbeslissingen die hieruit volgen of niet. Iedereen kan een studieonderwerp voorstellen aan het KCE, al zijn het in de praktijk vooral de gezondheidsoverheden, de minister en zijn diensten, zoals het RISIF, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en dergelijke, die voorstellen indienen, omdat zij deze studies nodig hebben voor hun werk. Andere studies worden soms ook aangevraagd door patiëntenorganisaties, universiteiten, beroepsorganisaties van artsen en verpleegkundigen en ja, soms ook door burgers. Het KCE hecht veel belang aan haar onafhankelijkheid ten opzichte van de politieke en economische beleidsmakers. Dit terwijl ze gefinancierd wordt door federale overheden. Neutraliteit en objectiviteit zijn twee kernwaarden van het KCE. Laat ons even in detail bekijken welk soort studies het KCE uitvoert. Bepaalde studies gaan over de organisatie van de gezondheidszorg. Deze kunnen betrekking hebben op zeer brede thema's, zoals bijvoorbeeld de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg of het verbeteren van de verpleegkundige bestaffing in ziekenhuizen. Maar evengoed komen veel beperktere thema's aan bod, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van slaapapneu bij patiënten thuis of het vergemakkelijken van de terugbetaling van incontinentiemateriaal. Andere, meer economisch gerichte studies gaan over de kosten van bepaalde gezondheidstechnologieën en de baten die ze opleveren voor de bevolking. Voorbeelden zijn hartbewaking thuis of vaccinatie van jongens tegen het humaan papillomavirus. Een derde soort studies richt zich op de ontwikkeling of actualisering van klinische praktijkrichtlijnen voor zorgverleners. Enkele recente voorbeelden zijn de richtlijn voor het voorschrijven van antibiotica door tandartsen, de richtlijn voor de behandeling van rugpijn in functie van de ernst ervan of de actualisering van de richtlijnen voor de behandeling van verschillende types van kanker. Het KCE heeft ook de taak om regelmatig de toegangsvoorwaarden voor het recht om vergeten te worden te herzien voor de mensen die genezen zijn van een kanker of die lijden aan een chronische ziekte. Het KCE heeft tenslotte ook een programma voor niet-commerciële klinische studies opgericht, KCE Trials. Deze studies geven een antwoord op vragen die anders niet beantwoord zouden worden, omdat ze weinig of geen commercieel belang hebben. Zo worden bijvoorbeeld verschillende behandelingen zonder medicatie met elkaar vergeleken, zoals chirurgie versus kinesietherapie. Of wordt het effect bestudeerd van bestaande geneesmiddelen bij doelgroepen die zelden aan bod komen bij commerciële studies, zoals kinderen of ouderen? Wie zijn de experten die op het KCE werken? Zoals je ziet, zijn de vragen die het KCE moet behandelen over het algemeen vrij complex. Het KCE benadert deze altijd vanuit verschillende invalshoeken. Naar gelang de noodzaak wordt elke onderzoeksvraag bekeken vanuit medisch, economisch, sociaal, juridisch en of ethisch opzicht. Het KCE heeft dus experten in verschillende domeinen. Klinisch, economisch, juridisch, sociologisch en ook niet te vergeten in statistiek en databeheer. Ze werken allemaal samen aan een wetenschappelijke basis voor het creëren en onderhouden van een kwaliteitsvolle, patiëntgerichte, toegankelijke, eerlijke en duurzame gezondheidszorg.